Het is de eerste dag van 2009. Dit is het TV Gelderland Nieuws. Gelderland heeft een relatief rustige nieuwjaarsnacht achter de rug. Toch is het niet helemaal probleemloos verlopen. In Uddel werd de brandweer bekogeld. De brandweer die komt hier naar buiten toe. Die stapt, zet hier de brandweerwagen neer en die stapt naar buiten. En die zegt tegenover iedereen van gelukkig nieuwjaar. En dan gaan ze dingen zeggen als ze bekogeld zijn. Flikker even lekker op. En dit is Thomas. Het is de eerste baby die dit jaar in Gelderland is geboren. En traditiegetrouw springen weer honderden mensen het water in voor een nieuwjaarsduik. Goedenavond en een gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaarsnacht is in Gelderland relatief rustig verlopen. Bijna 80 mensen zijn aangehouden, voornamelijk voor vernielingen, brandstichtingen en openlijke geweldpleging. En zeker 100 vuurwerkslachtoffers hebben zich laten behandelen in het ziekenhuis. Opvallend is het grote aantal slachtoffers met oogletsel. Maar ondanks dat was het afgelopen nacht vooal feest, zoals in Apeldoorn. 5, 4, 3, 2, 1... Nee! Meneer, bent u een beetje scherp voor 2009? Helemaal. Dus we hebben alweer genoeg ideeën en genoeg plannen. Wil je er ook een? Gelukkig nieuwjaar voor u. Ja, dankjewel. Voor u ook. Mag jullie ook nog een gelukkig nieuwjaar wensen? In hoeverre kun je klaar zijn voor een nieuw jaar? Het is... Ondanks de kou, het is genieten buiten. Een nieuw jaar overkomt je, elk jaar overkomt je. Je kan nooit klaar zijn voor een nieuw jaar. Helemaal waar, helemaal waar. Ja, toch? Maar deze jaarwisseling is niet helemaal probleemloos verlopen. Relschoppers en baldadige jongeren hebben op meerdere plekken hulpverleners gehinderd. In Uddel bij Apeldoorn gaat het helemaal mis als de brandweer een vuur wil blussen. Jongeren bekogelen de brandweerlieden en de politie moet hardhandig ingrijpen en zet zelfs honden in. Er worden meerdere jongeren gearresteerd. Echt spectaculair is deze brand in Uddel niet. Maar door de agressie van jongeren moet de brandweer zich terugtrekken in de kazerne. De brandweermannen worden namelijk bekogeld. Nee, is het klopt? Ja, met bierflesje, ja, klopt. Ja? Ja, valt mee. Als mensen daar staan en er is een fikkie wat uitgemaakt moet worden, prima. Als de brandweer dan komt en de brandweer maakt het uit. En als men dan uit baldadigheid de zaak nog een keer probeert aan te steken, de brandweer komt nog een keer, maakt het nog een keer uit. Dus op zich nog niks aan de hand. Maar wanneer men bij het eerste aan arriveren van de brandweer met flessen begint te gooien in de richting van de brandweermensen, dan gaat men ruim over de scheef. De brandweer die komt hier naar buiten toe, die stapt, zet hier de brandweerwagen neer en die stapt naar buiten. En die zegt tegenover iedereen van gelukkig nieuwjaar. En dan gaan ze dingen zeggen dat ze bekogeld zijn. Flikker even lekker op. De politie voert vervolgens enkele charges uit. En dat gaat bepaald niet zachtzinnig. En voor later staat de politie hier met 20 is heel overdreven, maar in ieder geval met 10 auto's staan ze hier zo. En met honden en alles erbij, dan word ik gewoon schijtziek van niet dan. Handen af van onze hulpverleners, die doen dat allemaal, brandweer in dit geval, op vrijwillige basis. Dan moet je afblijven. En wanneer je dat doet, dan ben je van ons. Zeg ik maar eventjes familiair. En zo is het ook gegaan. Er zijn 8 mensen aangehouden en die zullen daarvoor worden vervolgd. Ja, waar gaat het over dan? Het gaat over een vuurtje. En ik loop gewoon van dat vuurtje, zeg maar, hierheen. En ik word hier gepakt door de politiehond. Dat pak je niet normaal. De jongeren keren terug met jerrycans benzine en blijven amok maken. Totdat er ook nog een ander gezag ingrijpt. Ik bedoel, wij zijn de vuurtje aan het steken, is straks al gezegd. Ik bedoel van... Ja. Maar u vindt het wel genoeg en die komt u zo nog ophalen? Ik vind het wel genoeg. Ik vind dat hij even moet slapen. 8 uur moeten we op de huisartsenpas zijn, dus... Ja? Pas tegen het krieken van de dag keert de rust terug in Uddel. Ook in Nijmegen had de brandweer het zwaar. In de wijk Leuvensbroek werden brandbommen naar de brandweer en de politie gegooid. Zowel de Nijmeegse burgemeester als de korpschef van politie zijn kwaad over het incident. Vorig jaar verliep de jaarwisseling in Nijmegen behoorlijk onrustig. Dit jaar lijkt het beter te gaan. Totdat de brandweer een brand moet blussen in de Nijmeegse wijk Leuvensbroek. En er een brandbom naar de brandweer wordt gegooid. Voor Albert Westen stond onze halve TS in brand aan de achterkant. Dus je bent zelf bekogeld met zo'n molotov cocktail? Ja, ja. Hoe ondergaat u dat? Nou, gelaat is het verkeerde woord. Maar ja, je schrikt even en vervolgens... wij zijn doeners en wij gaan over tot actie. Dus wij blussen onze eigen auto af en trekken onze eigen dan terug. Want dat was niet meer verantwoord om daar te blijven. Nee. Dat is bijna een poging tot doodslag. Dat is echt ernstig. En daar kunnen we niet zomaar een beetje onze schouders over ophalen. De ME wordt ingezet om de rust te herstellen. Ook in Waardenburg moet hij in actie komen bij een vreugdevuur.
Daar raakt een politieauto beschadigd door vuurwerk. Er is meer gegooid met molotovcocktails, ook naar hulpverleners. Om 17:15 vanochtend nog een poging gedaan om het brand, op bureau van de collega's in Wijchen in brand te steken. Dat hebben ze gelukkig snel kunnen constateren en snel geblust. Maar ja, een bureau in brand proberen te steken is ook een ernstig misdrijf. Hoewel er minder incidenten waren dan vorig jaar, vindt de burgemeester van Nijmegen en korpsbeheerder van de politie Gelderland-Zuid het beeld van een rustige jaarwisseling dan ook niet kloppen. Ik noem het niet rustig, want ik vind het niet normaal als er toch aanhoudingen plaatsvinden, als er brandjes worden gesticht, als er molotovcocktails worden gegooid. Het is niet normaal, maar het is gelukkig minder erg dan vorig jaar en het jaar daarvoor, dus we gaan wel in de goede richting. De Graaf was zelf voorzitter van de commissie die aanbevelingen deed om de jaarwisseling rustiger te laten verlopen. Onder andere veel camera's, activiteiten voor jongeren en brieven aan relschoppers van vorig jaar moesten daarbij helpen. Ja, ik vind dat we een stap vooruit hebben gezet als ik zo naar het eerste beeld kijk. Maar ik wil niet de indruk laten ontstaan dat we zeggen, goh, wat hebben we het geweldig gedaan. Ondertussen is het nog steeds een beetje het gevoel dat je in Nederland een soort halve staat van beleg hebt afgekondigd bij Oud en Nieuw. En daar moeten we vanaf. Grote incidenten doen zich niet voor in de regio Arnhem. Wel is er behoorlijk wat schade op het Staringplein. Een vuurwerkbom vernielt in één klap 60 ruiten van omliggende woningen. De dader is nog niet opgepakt. Het Staringplein in Arnhem verandert in één grote ravage. 60 ramen sneuvelen nadat een vuurwerkbom ontploft. Ja, het was dus echt een enorm knal. We waren gewoon, het was kwijt over. We waren gewoon rustig aan het kijken. En ik liep een beetje heen en weer. En het was zo'n knal. Je hoorde gewoon bam en gelijk alle ruiten gewoon rinkelen. Alleen maar rinkelen. Maar het was niet zomaar een bommetje. Op een gegeven moment een knal. En een vuur, een vlammenzee tot aan de gevels van het huis. En alle ramen lagen eruit. Overal, bij iedereen. Burgemeester Krikke van Arnhem is best tevreden over de verder relatief rustige nacht. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Een brand in de Weertjesstraat. Op het Staringplein is zwaar vuurwerk afgegaan. En daar zijn heel veel ramen bij gesneuveld. Je ziet dat er wat brandjes zijn in schuren. Een beetje dat soort beelden zijn het. Natuurlijk is het een onrustiger nacht dan andere nachten. Maar voor een nieuwjaarsnacht is het op zichzelf nog wel een rustige nacht. Op het Staringplein hebben glaszetters vandaag een enorme klus om alle ramen te vervangen. Sommige huizen hebben van boven tot beneden geen ramen meer. Het was natuurlijk ook gewoon feest vannacht. In Arnhem is voor de 15e keer het feest Konijn 2000 gehouden. Zo'n 1700 bezoekers hebben in Musesakkerum 2009 feestelijk ingeluid. Hebben jullie nog goede voornemens? Ja, minder drinken. Absoluut minder drinken. Nee, maar ja, dat begint morgen, zeg maar. Ja, zij wil liever zijn voor de vriendje. Maar, Vertel eens, wat heb je je vriendje allemaal aangedaan in 2008? Nou, ik heb hem niet veel aangedaan, maar hij zegt soms dat ik zeur en zo. Dat ga ik niet meer doen. Nee, heel 2009 niet meer zeuren? Nou, ik zeg niet het hele jaar niet, maar minder. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ik word papa! Ga je dan met je goede voornemens nu alweer aan het junkfood? Ja, weer aan het junkfood, ja. Goed voornemen is vooral veel lol maken. Dat gaat wel lukken met dat konijnenpakje. Ja, daarom. We houden hem gewoon op het hele jaar. 2008 was voor mij een jaar van heel veel dingen geleerd, groei. Nu alleen nog leren hoe je gezond moet eten. Wat heb je nou gedaan, joh? Je bent nou al gewond. Ja, kramp in mijn teen. Te hard gedanst? Nee. Ik denk te dikke sokken voor mijn laarzen. Is nou geen tijd om te stoppen met die kou? Ja, we gaan ook naar binnen nou. Ja, en jij dan? 2009, het jaar om te stoppen met roken? Tijd om te stoppen. We houden er gelijk mee op. Niet iedereen viert het nieuwe jaar uitbundig. Er moet ook gewerkt worden. En dan is de sfeer toch opeens heel anders. Bij Livio Woon- en Zorgcentrum De Meergade in Eibergen houden Bea Genot en Irma Lubbers de wacht. De meeste bewoners die liggen nu in bed.
Er zijn nog enkele mensen uit, die komen later thuis. Die worden later naar bed geholpen. Sommige mensen kijken nog even naar het vuurwerk. En die worden straks naar bed geholpen. Hoeft alleen de tabletjes nog maar. Oké. Prima. Jij ook de beste wensen. Groetjes. Doei. Ik hoor het wel. Mijn pieper gaat niet. Eén momentje, ik kom zo bij u. Oh, vuurwerk. Ja. En terwijl de dames de bewoners geruststellen die wakker worden van het vuurwerk, komen de stappers weer thuis. Een brand, een schietpartij en opruimen van vuurwerk. Een overzicht in het kort van de eerste dag van 2009. Een grote brand heeft in Ammerzoden een tuincentrum aan de Haarstraat vernield. In het pand zit een vuurwerkbunker. Gelukkig bleek al heel snel dat het vuurwerk op een veilige manier was opgeborgen in een kluis. En dat heeft erin geresulteerd dat de brandweer ook volop kon gaan blussen. En om 1:15 is het zijn brandmeester gegeven. Brandweerkorpsen uit 5 omliggende gemeenten bestrijden het vuur. In de Bonairestraat in Doetinchem is afgelopen nacht 6 keer geschoten op een auto. Hierbij raakten 2 mannen gewond. Volgens de politie kwam tegen 3:15 de melding binnen dat er meerdere schoten zouden zijn gelost. Na een zoektocht is de verdachte, een 43-jarige Doetinchemmer, aangehouden. Bijna alle bushokjes op het busstation in Druten zijn vernield. Ja, ik denk dat, dat ze behoorlijk huishouden hebben met alle spullen die er rondom liggen. Vaak gebeurt dat, tegels, palen in dit geval. Dus ja, en oud en nieuw is een, vaak een aanleiding. Hè? Dan mag alles en dan kan alles blijkbaar. Een ruit van een bushokje kost 300 tot 400 euro. Een van de weinige officiële vreugdevuren in het rivierengebied was vannacht in Poederooien. In het begin viel de publieke belangstelling wat tegen. Maar toen de houtstapel goed brandde, stroomde het publiek toe. En al die kilo's vuurwerkafval moeten natuurlijk weer van de weg af. In Terborg ging de jeugd de straat op. We verdienen er wat extra geld aan. En het is gewoon veilig, want er zijn heel veel kinderen die gaan dan zoeken of er nog goed vuurwerk tussen ligt. Een steekstaaf en dan gebeuren ook heel veel ongelukken. De Arnhemse wijk De Geitenkamp staat erom bekend. Ieder jaar zijn er wel wat brandjes in de straten. Maar ook daar begint de avond, zoals bij de meesten, gewoon lekker binnen, bij familie. Gelukkig nieuwjaar! Ja, en de beste wensen! Dit gezin in Arnhem viert oud en nieuw, zoals waarschijnlijk de meeste Gelderlanders. Thuis voor de buis, met een hapje en een drankje. De lama's gekeken en daar gingen we nog sjoelen. En het is al best wel laat, hè? Al bijna 1 uur. Hoe lang blijf je nog op vanavond? Dat weet ik niet. Nog lang feesten vandaag? Ik denk het wel, ja. Een uurtje of 4, 5, denk ik. Het is een zoete inval bij de familie. Maar verderop in de straat is het hommelus. Nou zijn ze hier verderop in de straat, zijn ze fikje aan stook. Wat vindt u daar nou van? Qua jongensstreken. Als ik mijn eigen nadenk vroeger toen ik klein was, ja... deed ik dat ook, maar nou dat je ouder bent, je hebt kinderen, denk je van... jongens, jongens, waar ben je toch mee bezig? Dat is elk jaar hier traditioneel. De Geitenkamp staat erom bekend dat er ieder jaar grote vreugdevuren worden ontstoken. Maar niet alle bewoners worden er even vrolijk van. Dat is niet nodig, hè, vind ik. Nee. Ik snap best dat de jongens het idee hebben van het kerstboom verbranden van jaren geleden... maar dat was op hoogte 80 en dat hoort hier niet in de straat natuurlijk. Nee, het is al een aantal jaren zo. Het is al 3 jaar dat dit gebeurt hier op die hoek. Altijd zo erg als nou met al die troep erop? De brandweer heeft straks ook al uitgeblust. Ja. En het lijkt ook alsof er niemand bij durft te komen, hè? Geen idee en geen commentaar op. De complete huisraad gaat ondertussen in vlammen op. En ook in verschillende andere straten in Arnhem worden brandjes gesticht. Maar de meeste Arnhemmers blijven lekker binnen. Ondanks temperaturen rond het vriespunt duiken honderden Gelderlanders traditiegetrouw het water in voor de nieuwjaarsduik. Op een aantal plekken ging de duik niet door omdat het water bevroren is. Maar in Doesburg waren ze er vanmiddag helemaal klaar voor. In Doesburg is ditmaal de haven aan de IJssel het schouwspel voor de traditionele nieuwjaarsduik.
60 dappere doucheburgers hebben zich ingeschreven om het ijskoude water te trotseren. De buitentemperatuur hangt rond het vriespunt. Het water in de haven is met de vorst van de afgelopen dagen niet veel warmer. De organisatie laat de deelnemers voor de zekerheid een verklaring ondertekenen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Ja, dat moet dan maar, hè? We gaan ervoor. Om 12 uur is het dan zover. Normaal gesproken gaat traditiegetrouw als een van de eerste de burgemeester van Doesburg te water. Maar de kersverse nieuwe burgemeester Kees Lusink waagt zich vandaag niet aan een duik. Nee, ik ga zelf niet het water in. Nee, ik vind het te koud. En je moet het kunnen. En mijn voorganger Herman Overweg, die was daar buitengewoon goed in. Die is daar ook om geprezen en heel terecht. En ik maak het maar meer bijzonder door zelf niet te gaan. Maar ik kan dat ook niet. Ik vind dat een hele opgave. Ik vind het heel knap van de mensen dat ze dat doen. Koud! Hartverzakking. Grote vraag is natuurlijk of een duik bij zulke extreem lage temperaturen niet levensgevaarlijk is. De organisatie heeft in ieder geval duikers te water voor het geval dat het misgaat. En ook de medewerkers van het Rode Kruis staan klaar om in te kunnen grijpen. Het verschil van buitentemperatuur en het water is niet zo heel groot. Dus wat dat betreft, als de mensen dan daar die tijd beneden het water goed uitkomen en zich in een deken hullen en geen alcohol drinken, alleen maar warme chocolademelk of koffie drinken, is er niks aan de hand. Dan is het heel goed te doen. Was het te koud? Nee. Ik heb het gedaan. En we gaan met z'n allen sportief 2019. Volgende keer weer? Nou, dat zullen we zien. En mocht je het na zo'n verkwikkende duik steenkoud hebben, dan is er altijd nog een bak snert of een lekker warme chocolademelk om op te warmen. De familie Timmer begint het nieuwe jaar op een wel heel bijzondere manier. Vanochtend om 1:05 is hun tweede zoontje Thomas geboren in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het is de eerste ziekenhuisbaby in Gelderland. Het is wel wat te vroeg, maar hij kon niet langer wachten. Thomas Timmer heeft zijn ouders een drukke nieuwjaarsnacht bezorgd. Zo'n hele bijzondere nieuwjaarswisseling zo, hè? Het is een hele andere variant, ja. Ja, inderdaad. Ik heb er ook weinig van meegekregen van de hele jaarwisseling. Dit is een heel mooi begin, ja. Ja, absoluut. Nou, gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. En wanneer is het geboren? Vannacht om 5:00. Nieuwjaarskindje, nou. Ja. Mooie nieuwjaar kon je niet wensen, hè? Ja, we hebben nog twee andere kinderen. Nou, de jongste die is 1, dus die is er nog niet zo heel van bewust. Maar de oudste die is bijna 5. Ja, die vindt het wel leuk. Die had al een broertje besteld, dus die heeft hij nou gekregen. Iets op bedoeling dat hij in februari kwam, maar we zijn wel heel blij dat hij er nou ook is. Hebben jullie elkaar eigenlijk wel gelukkig nieuwjaar gewenst om 12 uur? Ja. Jawel. Ja, helemaal. Dat nog wel even tussendoor. Met Thomas gaat het voorspoedig. Als het goed is, mag hij over 2 weken lekker naar huis. Na zijn start in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan hij voortaan elke verjaardag rekenen op vuurwerk. Afgestoken vuurwerk heeft in veel delen van Gelderland gezorgd voor ernstige smog. De hoogste concentratie is gemeten in Nijmegen. Alfred Snoek, al dat vuurwerk heeft volgens mij geen invloed gehad op mistvorming. Ja, er is inderdaad behoorlijk wat vuurwerk de lucht ingegaan. Maar mistvorming kwam daardoor eigenlijk niet echt goed op gang. Het was sterk nevelig, hier en daar hingen wat mist, maar het was allemaal niet zo heftig in vergelijking tot precies een jaar geleden. Wat we natuurlijk wel hadden, en dat is elk jaar op nieuwjaarsdag, zijn al die restante vuurwerk die hier en daar nog op de straten zijn te vinden. Laten we hopen dat het allemaal netjes opgeruimd wordt. Verder had de natuur op een aantal plaatsen ervoor gezorgd dat er een heel dun, wazig wit sneeuwlaagje lag. Want zo nu en dan viel er een heel klein beetje motsneeuw uit de bewolking. De temperatuur kwam vanmiddag overigens rond het vriespunt uit. Die bewolking kwam afgelopen nacht Gelderland binnen en bleef vandaag netjes boven de provincie hangen. De zon hebben we dan ook eigenlijk nauwelijks kunnen zien vandaag. Vanavond klaart het heel even op. Bij die opklaring daalt dan de temperatuur naar -1, -2. Dus het gaat weer licht vriezen. Maar een echt koude nacht wordt het in ieder geval niet. Later vanavond wordt de bewolking dikker en valt er een spatje regen of een enkel vlokje sneeuw. En bij dus lichte vorst kan dat heel lokaal wat gladheid opleveren. Want de meeste wegen die zijn helemaal wit uitgeslagen van het zout. Dus waarschijnlijk zal het nauwelijks glad worden. En verder draait de wind voorzichtig naar het noordoosten. Morgenochtend is het dan nog altijd bewolkt, grijs en nevelig, met een spatje motregen of een vlokje motsneeuw. Maar in het noorden van de provincie zien we in de loop van de dag het wolkendek openbreken, komt de zon tevoorschijn en zo belooft het toch nog een hele aardige middag te worden. In de ochtend dus het bewolkte weertype, in de middag steeds meer ruimte voor de zon en een matige noordoostenwind waarmee weer wat koudere lucht aangevoerd wordt, zodat de temperatuur in de middag maar net even een graadje boven nul komt op de meeste plaatsen.
En dan in de nacht naar zaterdag gaat het weer stevig vriezen. Gemiddeld min 7, plaatselijk min 9 lijkt me heel goed mogelijk. Zondag daarentegen is het een dag met bewolking en winterse neerslag. Natte sneeuw, sneeuw of wat regen. Maar de dagen daarna is het opnieuw koud met soms matige vorst. Morgen in het nieuws een verslag van de stille tocht die vanavond gehouden wordt voor het slachtoffer van de steekpartij eerder deze week in Nunspeet. En attractieparken die opengaan in de winter. Het is een groot succes. Voor nu een hele fijne avond.